springende punt, dat is het Vaticaans Concilie dat deze wending gemaakt heeft en die ruimte in principe geschapen heeft. De feitelijke doorvoering daarvan, dat kent ook allerlei schommelingen. En dat moet toch voor een groot deel gebeuren ook. 4 eeuwen lang katholieke eredienst met een redelijke mate van consistentie en coherentie in rituelen en gezangen enzovoort. Wordt dan in een paar jaar tijd totaal overhoop gezet. Ja. Wat vond u daar zelf van? Dat was een bevrijding, hè. Dat was een bevrijding, dat je niet gedwongen werd in een onverstaanbare taal liturgie te vieren. Want wij zelf werden opgevoed in het Latijn, dat wij verstonden het, maar we kwamen ermee in aanraking dat mensen, dat die zich dat niet eigen konden maken terwijl het gebeurde. Het gaat natuurlijk niet alleen over de Nederlandse taal, het gaat ook over de verandering van de Eucharistie. Niet meer met de rug naar de beminde gelovigen, maar juist omgekeerd. Ja. Het Allerheiligste werd niet vroeger alleen getoond aan God, maar nu vooral aan de gelovigen. Ja. Kijk, dus heb je de toepassing van het idee humaniteit, namelijk dat er ruimte komt voor het samen zijn met andere mensen. Daarin. Maar is daardoor ook niet de mystiek van die katholieke eredienst enigermate verdwenen? Ja, kijk, en wat even, in het begin heeft men het geradicaliseerd bij de toepassing. En met verloren gaan van bijvoorbeeld de Gregoriaanse muziek. Ja? Maar nu zie je daar een herstel van. Bijvoorbeeld bij een uitvaart tegenwoordig. Wanneer de dienst beëindigd wordt, je wordt in paradisum in het Latijn wordt dat gezongen, terwijl de mensen dan intussen weten wat dat betekent. Het wordt het ook als tekst uitgesproken. Maar om de waarde van de muziek, het invoeren van de volkstaal, dat betekent het verlies van zowel de Gregoriaanse als de polyfone kerkmuziek. En daar is natuurlijk nu behoefte aan om die bij alle winst van humanisering dat niet kwijt te raken. En dat zie je dus op het ogenblik meer in evenwicht komen met elkaar. In mijn tijd, in de tijd dat die katholieke kerk vernieuwd werd, was ik nog koorknaap. En wij zagen de katholieke polyfonie, de missa Andris, de missa Palestrina, de missa Diatonica, in één keer verdwijnen. Er kwam een drumstel op het altaar en het Onze Vader werd op de melodie van Cat Stevens gezongen. Ik kan me voorstellen dat het dan op dat moment voor een generatie jongeren wel aantrekkelijk is, maar voor een ander deel van die toenmalige jeugdgeneratie een breuk betekende met tradities en bestaande rituelen en ook zeker muzikale tradities. Waardoor mensen ook wellicht juist die kerk de rug toe hebben gekeerd. Ja, dat is ook gebeurd. En daar is ook een terugkeer van eigenlijk. Dat er weer ruimte gemaakt wordt voor deze schoonheid die in de loop van de eeuwen ontwikkeld is. Dat we alle grote componisten aan meegewerkt hebben. En neem het hele werk van Bach. Maar zou het dermate snel veranderen van het hele katholieke ritueel binnen de Eucharistie niet toe hebben geleid in de jaren 60 dat een hele hoop mensen hun oriëntatie kwijt waren? Alles wat van waarde is weerloos, alles wat vroeger heilig was, wordt nu ineens aan de kant gezet. Ja. En zo is het natuurlijk hier soms toegepast ook eigenlijk. Ja. En zoals ik al zei, daar kon je een terugkeer van heel duidelijk speurbaar nu. Die verandering in de katholieke kerk, de veranderingen in de maatschappij in de jaren 60, eind jaren 60, is dat de belangrijkste verandering die u in uw persoonlijke leven heeft doorgemaakt? Ja, kun je zeggen, want kijk, ik ben nog opgegroeid. Als je rekent, 41 priester gewijd. En dat was nog in de tijd van het rijke Roomse leven. Van de binding aan de traditionele gang van zaken. En dat is eigenlijk bevrijd
in de naoorlogse periode, dus, en met name door de richting die het Tweede Vaticaanconcilie heeft uitgegaan. Hè. En dus mijn generatie, die heeft in het algemeen deze overgang gemaakt. Maar er is vervolgens bezwaar tegen gereden. En dat leidt bij sommige mensen van niet meer meedoen, maar bij andere mensen leidt dat toe het herstel van het vroegere. Dat zie je ook als beweging nu. Deze tendensen, die moeten hun evenwicht toch vinden. Ik kan je ook voorstellen dat je zegt van de hele maatschappelijke ontwikkeling vanaf de jaren 60 is er een van autonomie en secularisering en ontkerkelijking geweest. En het centraal stellen van het humanisme binnen die katholieke kerk heeft daar ook wellicht aan bijgedragen. Aan die secularisering, aan de leegloop van de kerk. Ja, dat. Maar ook het feit dat er een vrijheid ontstaat voor het individu, voor de afzonderlijke mens, om zijn leven in te richten. Dat is natuurlijk op zich een positieve waarde. Die kan zo uitpakken dat je een heleboel dingen achter je laat die toch heel waardevol zijn. Dat ontkom je niet aan. Zou je kunnen zeggen dat daar waar vroeger God centraal stond, vanaf dat Tweede Vaticaans Concilie de mens centraal stond? Niet zo, want zowel voor als na het concilie geldt zowel het een als het andere. Ja. En het verleden was niet alleen God, maar ook tegelijkertijd de samenleving die het dwong om het zo te doen. Ja, maar ik kan me voorstellen, als je uitgaat van het zelfbeschikkingsrecht en de eigen verantwoordelijkheid van mensen, als dat centraal is in de kerk en daarvan uit die mensen wordt ook de eredienst vormgegeven, dat je een hele andere positie krijgt van de kerk. De kerk is dan min of meer de toevallige uitingsvorm van de spirituele behoeften van mensen op dat moment. En niet, zoals tot de jaren 60 toe, een vast baken van vaste rituelen en een vaste liturgie. Ja, waar je kan herkennen. Nee, kijk, maar dan zie je ook duidelijk, als je de liturgie volgt zoals die nu ontwikkeld is, dan zie je heel duidelijk dat er ruimte gemaakt is voor het eigene met de opzet dat de traditie gehandhaafd blijft. De doop, de maaltijd van de Heer, de traditie gehandhaafd blijft met de wezenlijke elementen, maar dat de vormgeving daarvan, dat die dus meer nabij komt dan de mens van vandaag. Dus het is een poging, niet dat dat allemaal gelukt is. Een poging om die waarden bij elkaar te brengen, eigenlijk. Ja, ik sta bekend als een progressieve man. Hè. Dus destijds in de periode van de kruisraketten enzovoort, nam u heel duidelijk stelling namens de kerk tegen de proliferatie van atoomwapens. Mm-hmm. Maar de progressiviteit die u had, kwam die ook tot uiting in uw enthousiasme voor die liturgische vernieuwing in de jaren 60, eind jaren 60? Ja, dus toen ik bisschop benoemd ben en gewijd werd, toen heb ik afgesproken, terwijl het koor dat eigenlijk niet wilde, om uitsluitend in Nederlandse zang te doen. Heer, ontferm u over ons en ja, geen Kyrie eleison. Toen, dat zou ik nu niet meer doen, dat heb ik toen gedaan. Heeft u achteraf spijt van? Als ik het nu zou moeten doen, zou ik het zo niet doen, nee. Want, waarom niet? Ik zou een middel gezocht hebben nu tussen het BFM, wat we op het ogenblik bereiken, tussen de traditionele gegevens en nieuwe. Ze alle twee ruimte geven. Wat was uw motivatie om dat te zeggen toen? De verstaanbaarheid. Dat je, wat je zegt, dat je dat verstaat, terwijl je het zegt. Dat was de overweging om het voor volkstaan in te voeren. Voor mij, voor ons, als jonge koorknapen, was het juist de onverstaanbaarheid die zo aantrekkelijk was. Ja, dat hebben wij niet voldoende doorzien.
Dat, we hebben dus de emotionele kant. We hebben geredeneerd met ons verstand. Wat zou je in een vreemde taal bidden als je een eigen taal hebt? Zodat je ook weet wat je zegt. Maar dus dat is een redenering, maar dat is iets anders dan wat zich emotioneel afspeelt. En dat hebben wij pas ontdekt door de brokken die er gemaakt zijn. En vandaar dat er nu ook een herstel is, die wat probeert echt tot evenwicht te komen.